But then you don't have it. ¿Qué soltar? Ya no lo va a poder soltar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welkom, everybody. Professor Ina van Berkelaar, welkom. Professor Raoul Hennekam, welkom. And a special welcome to our other guests and the board members of the MSS Research Foundation. Yesterday I spoke one of you and recognition that we are all the same and that the MSS children are very similar and they have much resemblance. Is one of the things that parents and families like because they say, hey, we're the same. And they're still also unique, like they are very different, but they have all the same characteristics. Kom maar, is ons huis goed zo? Wanneer hoorde jij voor het eerst van Marshall-Smith-syndroom? Toen wij de diagnose kregen dat Joas het Marshall-Smith-syndroom had, toen was hij 1,5 jaar oud. En hij is bijna 7 inmiddels, dus dat is 6,5 jaar geleden. Het was vanaf zijn geboorte duidelijk dat er iets aan de hand was, maar niet wat. En er kwamen elke keer problemen bij, dus elke keer denk je wel, wat is het dan? Ja, toen hij 1,5 jaar was, is de diagnose gesteld. Dus op zich heb je dan wel zekerheid. Alleen op het moment dat je vervolgens leest wat het allemaal inhoudt, dan weet je niet of je blij moet zijn met die zekerheid, laat ik het zo zeggen. Jammer. Het is een syndroom wat niet zoveel voorkomt, maar waarvan je de kinderen toch wel herkent omdat ze niet zo groot zijn, omdat ze in hun ontwikkeling veel trager zijn en blijven dan andere mensen, dat ze een opvallend gezichtje hebben. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat het middengedeelte van hun gezichtje niet zo ver, een beetje naar achter blijft, waardoor plots die tanden heel ver naar voren komen. Ze zijn vaak dun, mager, de gewrichten bewegen op een wat vreemde manier. Maar we herkennen ze eigenlijk het allerbeste doordat we een röntgenfoto bij ze maken. Want als je naar hun botten kijkt, die zien er echt heel bijzonder uit. En dat is zo bijzonder, dat is eigenlijk maar één ziektebeeld waar het bij past als je dit ziet. De levensverwachting was erg beperkt vanwege de ademhalingsproblemen. De oudere artikelen zeggen allemaal 2, 3, 4 jaar. Dat waren dan, en dan af en toe wel eens een uitzondering, maar eigenlijk was het dat wel. Nu is de oudste die we kennen 34 jaar. Dat is een hele andere levensverwachting. En er zijn nu kinderen bij die het zo goed doen, dat ik denk, nou, die gaan nog veel ouder worden dan 34 jaar. Alleen zal ik wat geduld moeten hebben voordat ik dat kan vinden. The main problem is how those bones are. That the bones, the bony structures, are not firm enough. So if we would do something about the entity, then the first thing would be go and search why those bones are as they are. And next to it, if you know why they are so, can you influence that in one way or the other? Dingen die in aanleg verkeerd zijn, die al aangelegd zijn voor de geboorte, die kun je na de geboorte meestal niet meer veranderen. Dus bijvoorbeeld ontwikkelingsleeftijd, ontwikkeling van kinderen veranderen, dat gaat bijna niet. Maar na de geboorte is het grootste probleem wat ze hebben, hun ademhaling. En dat komt doordat dit gedeelte van de benige structuur hier, van je luchtpijp, niet zo sterk zijn. En op latere leeftijd, je hebt rondgekeken, je hebt hier ook gezien dat ze een beetje krom gaan lopen en steeds meer krom gaan lopen. Dat ze een zijwaartse verkromming van de rug hebben. Dat ze problemen krijgen met hun heupen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, denk je, hey, dat zijn eigenlijk allemaal botsproblemen. Dus hebben we gezegd, we gaan onderzoek doen naar de botstructuren. Het is de derde keer dat we dit weekend houden. We doen het om de 2 jaar. We beginnen al heel tijdig met de gezinnen die we kennen over de hele wereld. Het zijn er zo ongeveer 33 nu.
te informeren wanneer we het weer zouden willen doen. Ja, en dan gaan we heen en weer mailen over alle voorwaarden, de vliegreizen. We zijn in Nederland 3 gezinnen en de rest van de gezinnen komt uit het buitenland. En een deel kan met de auto komen, maar een deel komt ook met het vliegtuig. En dat vraagt veel voorbereiding. Voor mij is altijd wel een heel belangrijk moment is dat op vrijdagavond iedereen binnen is. Daarna ook dat je ziet dat er tussen de gezinnen van alles gaat ontstaan. Dat vind ik ook altijd heel fijn om te zien. En de sfeer, we proberen altijd zoveel mogelijk een rustige, relaxte sfeer te maken. Er moet niks. En wat je dan ziet is dat eigenlijk toch ieder gezin eigenlijk bijna overal aan meedoet. En dat het heel gemoedelijk en gezellig verloopt. Dus gewoon heel fijn. Je vindt hier gewoon heel veel herkenning. En je leert ook van andere ouders. Want andere ouders zijn, de kinderen zijn bijvoorbeeld wel verder. Die hebben wel bepaalde stappen genomen. En al pratend kun je er dan ook achter komen. Wat kinderen wel kunnen. En wat je misschien met jouw kind nog kan of kan bereiken. Ik vind het soms ook best wel confronterend. Want Joas is 6. Dus als je een heel oud kind ziet. Dan zie je ook je toekomstplaatje voor je, zeg maar. Ik bedoel. Wij leven redelijk bij de dag. Dat komt ook doordat we, toen we de diagnose kregen, te horen kregen dat Joas niet oud werd. Dus je ver vooruit denken doe je al niet. Maar als je hier dan een kind van 18 ziet, dan denk je soms wel van oké, het is dus over 10 jaar is het nog steeds zo. En dat vind ik ook wel een lastige kant ervan. Thomas is a 4-year-old boy with autism. Frank is almost 15. He carries magazines with him everywhere. When he turns the pages and drums on the paper, he goes. They do not understand what is asked of them. If you look at the autism research, you can see we do it on the level of behavior, on the level of cognition, and the level of neurobiology. Waarom maakt u de vergelijking met kinderen met autisme en Marshall-Smith-syndroom? Omdat ook een aantal van deze kinderen autisme hebben. Dat is een heel gering aantal, maar wat ouders wel veel aangeven, dat ze vaak autistische trekken zien bij hun kinderen. En ik zie vooral bij de communicatie, daar hebben ze ook heel veel moeite mee, net zoals erg kinderen met autisme daar moeite mee hebben. En na de film heb ik ook verschillende ouders die onmiddellijk vroegen van, goh, mag ik het filmpje? Want ik zie nu wel wat ik misschien beter met mijn kind kan doen, et cetera. Want het gebrek aan taal, dat is eigenlijk maar één van de kinderen hier die goed spreekt, en verder dus niet één. Is dat natuurlijk toch, je zoekt voortdurend naar ingangen om te kunnen communiceren. Het viel mij op dat kinderen heel veel lichamelijk contact zoeken. Is dit karakteristiek voor... Voor deze groep, maar dat heeft niets met autisme te maken. Nee. Want die doen het juist, dan moet je een beetje uit de buurt blijven. Ja, zij hebben dus, ik denk ook door gebrek aan communicatiemiddelen, zoeken ze heel erg dat lijfelijk contact. Ze willen heel graag op schoot. Niet heel lang, je ziet ook wel dat ze dan er weer uitgaan en naar een volgende schoot gaan, bij wijze van spreken. Maar ze zitten ook, want heel goed om te zien, dat heel vaak gaat zo'n handje dat in je nek. En dat moet je maar zien, er zijn een heel aantal kinderen die dat doen en dan hangen ze zo'n beetje om je nek. Dat is echt heel aandoenlijk. Maar dat is wel duidelijk om dat contact op de een of andere manier te hebben. Ja. Ziet u gebieden waar in de toekomst wat betreft dit syndroom meer aandacht aan besteed kan worden? Ja, ik denk dus zeker aan die communicatie. Het is natuurlijk zo'n opvallend syndroom als je naar de fysieke kenmerken kijkt. En het is ook heel erg, iedereen is eigenlijk heel erg geïnteresseerd. Hoe komt dat nou? Hoe zit dat nou? Wat is het nou precies? Nou, het is natuurlijk genetisch en je herkent het onmiddellijk. Maar ik denk dat je met de verbetering op de genetische informatie, die er toch, wat ze allemaal gaan uitzoeken, dat je dan ook wel meer kan gaan voorspellen wat die kinderen mogelijk aan gedragsproblemen kunnen gaan geven. Of wat wel weer mogelijkheden heeft om te ontwikkelen. Dus ik denk dat het, hoe meer we weten, hoe meer kansen er zijn. Ik bedoel, het is wel een heel zwaar syndroom. Dat zie je dus ook wel als je de kinderen hier ziet. Maar ik heb wel het gevoel dat er meer interventiemethodes ontwikkeld kunnen worden die specifiek op deze doelgroep gericht is. En dan kan je ook gebruik maken van interventie die je voor mensen met autisme hebt of voor andere syndromen. Mama de trota, goed met pasta. Pasta.
Aber ein Lipopasta, ein Lipopasta. Pasta. Ein Pasta, Pom. Ein Lipasta, Pom. Ein Pasta. So I have no pasta here. Ketchup. Pasta and ketchup. It's a pasta and ketchup. אין לי פה פסטה עם קטשופ. את רוצה משהו אחר? ללכת לאיזשהו מקום אחר? את רוצה ללכת לאנשהו? רוצה ללכת לאנשהו? לא? No. So you want to go somewhere? So no, she wants to eat lunch. ארוחת צהריים. מה? לא? Back to food. לאכול. Just food. רק לאכול? את רעבה? One time she wanted something and I didn't know what she wants. So she crawled to our library in the house and she took out a book that she knew there was a banana in, and she was turning the page and she pointed at the banana. That was before the pictures. And I said, "You want banana?" And she said, "Yes." And I said, "Are you sure?" She said, "Yes." And I brought a banana and she started to eat. And I called the kindergarten teacher and I said, "You wouldn't believe what happened." She knew from all the books where the banana was because we were telling her some stories. And she said, "Okay, this is the time to start with pictograms." And we started with only pictures, only separate pictures. And then they said, "No, she's doing that too easily. Let's go to the computer and put a home page with categories." And I said, "No, this looks too much for her." And I'm always thinking she's less than she really is. ארוחת צהריים. Lunch. מה את רוצה לאכול? Pire. את רוצה pire? She wants mashed potatoes. But אין pire. אין פה pire. אין pire. Well, that's a lot of progress for us. This computer has really changed our lives. Two years ago we talked. I don't know if you remember. It was a long time ago. Yeah? Okay. And what we are trying to do is to see how she develops over time. Not interested, right? Het is eigenlijk een test voor baby's en voor hele jonge kinderen. Dus eigenlijk voor kinderen van 0 tot 48 maanden. De kennis die ouders hieruit kunnen halen is dat ze inzicht kunnen krijgen in ontwikkeling. Ik kan me voorstellen dat sommige ouders denken dat dit het is. Dat een kind niet meer groeit. En ik merk dat als je ouders vertelt en ook laat zien van dit was 2 jaar geleden en nu zit uw kind hier. Dat ze daar wel enthousiast van worden en dat ze daar ook, ja, weet ik niet, ook een beetje het idee krijgen dat ze het goed doen. Ondanks het feit dat veel van de kinderen non-verbaal zijn, hebben ze wel heel veel aandacht naar de omgeving, zijn ze heel sociaal. Is het denk ik belangrijk om op het moment dat er gecommuniceerd wordt met een kind met Marcia Smith, dat je niet alleen praat, maar dat je het ook voordoet met je hand, met gebaren, wat je bedoelt. Dus je zou kunnen zeggen van we gaan zometeen tanden poetsen, maar je zou ook zeggen we gaan tanden poetsen en je doet het ook voor. Wat je daarmee bereikt is dat je dan op verschillende modaliteiten, dus niet alleen auditief, maar ook visueel laat zien wat er gaat gebeuren. Waardoor je je kansen vergroot dat je het kind ook daadwerkelijk bereikt, hè, dat je die informatie aankomt. Waar is Pieter? Daar is ons huis, ja, heel goed. Maar waar is Ruben? Ruben is in de zandbak, hè? Kom maar. Joost vindt het heerlijk om mensen om zich heen te hebben. Hij is heel gevoelig voor sfeer, dus hij snapt niet wat er allemaal gebeurt. Maar als mensen het gezellig hebben met elkaar en lachen, dan vindt hij het gewoon leuk. Dan heeft hij ook heel veel lol. Kaugenbal, kaugenbal, kaugenbal. Lekker dikke mooie geit. Hij houdt heel erg van geluid en muziek, dat vindt hij heel erg leuk. En hij is dol op zijn broertje, dus als zijn broertje thuis maar een beetje om... Echt samenspelen doen ze niet, maar als hij zijn broertje aan het spelen is en geluid maakt, achter Joas aankruipt, dan heeft Joas de grootste lol. Dus op zich, hij is met heel kleine dingen heel gelukkig.
Wir mussten lernen, was Maya meint, wenn sie irgendwelche Gesten macht. Oder wenn sie hat zum Beispiel für ihren Bruder hat sie eigene Wörter erfunden. Also er heißt Louis, aber für Maya ist es Giga. Oder unser kleiner Sohn heißt Malte und Maya sagt Gege zu ihm. Da mussten wir erst lernen, was sie damit meint. Aber ansonsten ist es ähnlich, wie wenn man mit einem einjährigen Kind vielleicht kommuniziert. Da spürt man auch als Eltern, was das Kind will, was das Kind mag, was das Kind nicht mag. Und ähnlich ist es bei der Maya auch. Wat zijn nou nog volgende stappen in het onderzoek? Het eerste is een model maken, een muis maken, zeg maar een muis met Marshall Smith. Zodat we daar van alles aan nog wat in kunnen kijken. En wat we dan nog willen maken is cellen hebben die van kinderen afkomstig zijn met Marshall Smith. En dan maken we van die cellen hele vroege cellen die zich nog kunnen ontwikkelen tot van alles aan nog wat. Tot een spiercel, tot een zenuwcel en ook tot een botcel. Die laten we dan ook botcel worden en dan gaan we kijken wat zit er nou in die cellen allemaal goed en wat zit er verkeerd. En daar gaan we dan ook precies inzoomen. Stel dat we die veranderingen vinden, dan gaan we eerst weer terug naar de kinderen. Want wat in de cel zit, hoeft nog niet bij het kind zo te zijn. Dus dat moet je ook bij het hele kind bekijken. En daarna ga je kijken, kan ik op een of andere manier in dat proces ingrijpen en zeggen... Daar kan ik het stoppen of daar kan ik het beter maken. De kans dat het lukt is wel heel reëel. Maar ik kan het niet op een briefje geven. En ik kan er helemaal niet zeggen of dat morgen of overmorgen is. Het is zeker iets van een paar jaar. Hier hebben we wel eens ouders gevraagd, is dat dan over 25 jaar? Nee, dat niet. Zover niet. Maar veel meer durf ik er nog niet van te zeggen. Ik ben geneigd mijn beloftes te houden en ik mag dat niet beloven. He feels like it was very funny. He was relaxed and he was enjoying it and I don't know, he feels so nice, I think, no? And he was discovered another things, no, they immediately another thing that they become more calm. Het is gewoon een petflesje en er zit een slangetje in uit de aquariumzaak van de dierenwinkel. Die hebben dan verschillende maatjes, dat is sowieso al leuk. Maar wat dat natuurlijk doet als je erin blaast, dat het gaat borrelen. En die borrels die zijn ontzettend leuk. Het is visueel aantrekkelijk, want het glimt en het blinkt. En alles wat beweging heeft, is visueel makkelijker je op te focussen dan een stilstaand object. Dan kan je er dus mee masseren, waardoor het iets is wat een ouder met een kind kan doen. Veel bijzondere kinderen kunnen prikkels moeilijk verwerken. En zoals wat wij doen, is dat we ons afsluiten voor alles wat op de gang gebeurt. Ik kan alleen jou aankijken en ik sluit me af voor alles wat ik er omheen zie. En dat is voor bijzondere kinderen soms heel erg moeilijk. Dus wat je doet, is je bent heel erg op maat bezig met het aanbieden van prikkels. Voilà. Kinderen hebben meegedaan op hun eigen manier. Zelfs kinderen waarvan prikkels heel moeilijk waren. En ik heb een paar hele bijzondere momenten gezien. Wat gaat er door u heen als u op zo'n dag als vandaag? Nou, ongelooflijk veel respect voor ouders. En ook het enthousiasme waar iedereen hier met elkaar optrekt en strijdt voor hetzelfde doel.
ja, daar krijg je een warm gevoel van. Maar ik vind het is ook heel triest. Je ziet ook dingen, je denkt, oh, als ik nou inderdaad dat, zo'n moeder 21 jaar met zo'n meisje. En nu begint te denken van ja, we moeten toch ook eens een moment voor onszelf hebben. Hallo. 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 Zo, hè. Nee, kijk eens. Ah, zo mooi. Ah, zo mooi. Jean. Ik vind het ongelooflijk zoals ze er staan. En zoals ze met die kinderen omgaat. En als je ook kijkt naar die broertjes en zusjes, dat is ook nog wel heftig. Dat, en je ziet hoe de kinderen die niks hebben hier doorheen dollen. En dan denk ik, want ook twee hebben dan net een babytje gekregen. Er zijn twee kleine baby's bij. En dan is het oudste kind is het kind met Marshall Smith. En dan zie je hoe dat middelste kind idolaat is van dat normale kleine broertje eronder. Dat zijn toch wel, daar krijg je toch wel koud van als je dat ziet hoor. Dat raakt je wel heel erg, ja. Hallo Louis, wie is denn für dich das mit der Maya? Erzähl schön. Mal. Schön. Das ist schön für dich. Ist die Maya für dich ein normales, wie ein normales Geschwister? Oder ist... Ja. Okay. Was machst denn du mit der Maya so? Nehme sie an die Hand und lauf mit ihr manchmal. Und manchmal spiele ich mit der Maya. Genau. Also für ihn ist es wirklich wie ein normales Kind. Also er hat... Ich habe vorhin mit Lisbeth darüber gesprochen, wann er überhaupt realisiert hat, dass Maya anders ist. Und ich glaube, das hat er erst, er ist jetzt 5,5, vielleicht vor einem halben Jahr, so wirklich realisiert, dass Maya behindert ist. Aber es ist so und er geht damit super um. Er sagt so, okay, die Maya kann noch nicht laufen, aber das ist nicht schlimm, weil sie ist ja behindert. Aber deswegen spielt er genauso mit ihr. Er geht ganz normal mit ihr um, als wäre es ein gesundes Kind. Als u hier rondloopt, wat gaat er dan door u heen? Oh ja, een hele hoop. Ik heb het natuurlijk al heel veel gedaan. Ik heb het al heel veel gezien. Ik doe het ook bij een hele hoop andere syndromen. Dat het kinderen zijn die waar je makkelijk je arm omheen legt. Dat het kinderen zijn die aantrekkelijk zijn. Dat het kinderen zijn waar je, die iets hebben, die iets maken dat je denkt van... God, leuk. Hoe ben je? Hoe gaat het met je? Kom maar. Klim er maar in. Zit er maar in. Klim er maar in. Hup. 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 Hup.